De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen, Surfam, heeft nader uitleg gegeven over de verhoging van de WAM-premies. Volgens Manoj Parsan, voorzitter van de WAM-commissie Surfam, zijn de premies omhoog omdat de dekkingen ook zijn verhoogd, namelijk van 70.000 naar 120.000 SRD. Het gaat om de 4 assurantiemaatschappijen aangesloten bij de Surfam, te weten Fatum, Assuria, Parsasco en Self-Reliance. De reden waarom die verzekering er is, omdat die verzekering moet in principe financiële schade dekken die iemand die deelneemt aan het verkeer aan een andere persoon. Dus u heeft een auto, u heeft een verzekering, u rijdt iemand anders aan en met die dekking, eigenlijk die u heeft afgesloten, dekt u de schade aan die andere persoon. Oké, die schade of die dekking was in 2021 aangepast naar 70.000 SRD. 70.000 SRD toen. Als ik eventjes terugdenk, was de koers ongeveer 15-16, is ongeveer omgerekend tussen de 4.000 en 4.250 US dollar. We leven nu eigenlijk ultimo, nou ja, in het begin van 2023. Als we kijken hoe de koers zich heeft ontwikkeld van 16 naar bijna 32 nu, maal 2, zitten we nu eigenlijk op het dubbele daarvan. Dus dat betekent dat die 70.000 die we toen hadden als dekking, op dit moment niet meer voldoende is om eigenlijk schade te dekken. Dat is één. En twee, we hebben ook gezien dat er meer schades in het verkeer voorkomen. Parsan geeft aan dat de verhoging niets te maken heeft met de invoering van BTW. Surfam voelde zich verantwoordelijk om de dekking te verhogen, omdat voertuigonderdelen voor schadeuitkeringen duurder werden. Het heeft puur te maken met het feit dat we de dekking die eigenlijk schade moet dekken, bij je benadeelde, is aangepast van 70.000 SRD naar 120.000 SRD. Natuurlijk, je kan ook voor meer verzekeren, maar het gaat meer om eigenlijk de minimumdekking die wij aanbieden. En de wijziging in de dekkingshoogte is per 1 januari 2023 dus? Dat klopt, het is per 1 januari ingegaan. En tegelijkertijd met het aanpassen van de dekking hebben wij natuurlijk ook, dat ligt in het verlengde daarvan, ook de premies moeten aanpassen. En natuurlijk wil ik ook een beroep doen op eigenlijk iedereen die gebruik maakt van het verkeer. We hebben ook de afgelopen tijd mogen zien dat het aantal verkeersongevallen toeneemt. Dat het rijgedrag verruwt. Dus voor ons is het ook heel erg belangrijk, als u deel uitmaakt van het verkeer, als u de weg op gaat, houdt u rekening met eigenlijk de weggebruiker. Let op uw gedrag, let op de verkeersregels. Houdt u aan de verkeersregels, want het heeft niet alleen impact eigenlijk op iedereen in uw omgeving, maar ook op uzelf. We hebben recentelijk nog gezien, we hebben een aantal zware ongelukken waarbij mensen, je weet, het leven hebben gelaten. Dus dat gezegd te hebben, als het gaat om de dekking, doe een beroep, maak contact met de verzekeringsmaatschappijen of met de tussenpersonen, die weten waarom het is verhoogd. En aan de andere kant, let heel erg op uw rijgedrag. Parsan hoopt dat de samenleving begrip heeft voor de verhoging van de premies. Daartegenover staat dat de dekking ook is verhoogd. Het is de bedoeling dat benadeelden na een ongeval niet met de handen in het haar zitten, omdat zij vanwege een lage dekking weinig geld hebben ontvangen van de verzekeringsmaatschappij.